de Turkse gemeenschappen is niet meer verplicht om in te burgeren. Kunt u ons vertellen waarom dat is? Dat klopt. De Turkse gemeenschap is inderdaad niet meer verplicht om in te burgeren. Per 16 augustus van dit jaar heeft de hoogste rechter, de Centrale Raad van Bestuur, aangekondigd dat de Turken niet meer inburgeringsplichtig zijn. Wordt er nog wel geadviseerd om door te gaan met het inburgeringstraject? Jazeker. Ik ben zelf case manager op de afdeling inburgering en ik adviseer daar de mensen om door te gaan met het taaltraject. Op dit moment betaalt de gemeente taaltrajecten nog. Mensen hebben de mogelijkheid en de kansen om alles op A2 niveau te halen, om dan genaturaliseerd te worden. Maar taal is sowieso heel erg belangrijk. Het is iets wat je dagelijks nodig hebt. Zoals nu ook in contact met elkaar, wij met elkaar. Als je taal niet spreekt, dan kun je elkaar niet begrijpen. En dan zit je niet op hetzelfde level. Want ik heb gehoord dat de Turkse mensen die dus een uitkering hebben van de sociale dienst verplicht zijn om door te gaan. Klopt dat? Dat klopt ook, want de mensen die een WWB-uitkering hebben, die hebben verplichting, reïntegratieverplichting. Dus die moeten meewerken aan hun reïntegratie vanuit de gemeente. Dus die moeten naar school, die moeten aan hun taal werken. Mensen die toch door willen gaan, moeten die het zelf betalen dan? De mensen die nu op trajecten zitten, die kunnen dat gewoon afmaken. Mensen die opnieuw willen beginnen, daar is geen mogelijkheid meer vanuit de gemeente. Ze kunnen zelf wel, de verantwoordelijkheid ligt dan bij hunzelf, dat ze zelf gaan zoeken naar een taaltraject. Er zijn aanbieders die taaltrajecten aanbieden. Maar zo'n traject, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Traject is is meestal een jaar. Mensen kunnen langer of wat korter. Het is echt een maatwerk. Dus de een heeft wat korter nodig, de ander heeft wat langer nodig. Maar gemiddeld een jaar. Mensen beginnen met het traject. Het is vaak 3 dagdelen dat ze naar school gaan. Ze krijgen dan de taal aangeboden. Daarnaast krijgen ze huiswerk. En uiteindelijk moeten ze examen gaan doen. Dan moeten ze voor wat ze hebben geleerd laten zien en daarvoor slagen. Maar de Turkse gemeenschap, hoe gaat het met de integratie in de afgelopen jaren? Is dat goed gegaan? Wat is goed? U stelt me nu een vraag. Integratie, wanneer is iemand geïntegreerd? Ik bedoel, ik ben ook van Turkse afkomst. Ik woon hier ook alweer een lange tijd. Wat ik heel erg belangrijk vind, als iemand de taal kan spreken, dat iemand zelfredzaam is, dat iemand zijn eigen zaken kan regelen, dat vind ik het allerbelangrijkste. Kijk, een Nederlander die er het een en ander ook niet weet en ook afhankelijk is van allerlei voorzieningen of allerlei andere dingen, die vind ik ook niet zelfredzaam. Maar ik vind wel de taal vind ik heel erg belangrijk onderdeel in het geheel. De inburgering van Turken hoeft niet meer in Nederland. Wat vindt u daarvan? Als ze hier al geruime tijd wonen, dan denk ik waarom niet dan? Laat die mensen hier blijven wonen, wat mij betreft. Maar het geldt ook voor mensen die nieuw zijn uit Turkije naar Nederland gaan? Ja, maar dat wordt nog weer wat anders, denk ik. Familiehereniging enzovoort. Ja, dat wordt een ander verhaal, denk ik. Want dan kan je je hele familie wel deze kant op sturen natuurlijk. En ik weet niet of dat verstandig is. Als ze hier zijn en werken, dan is dat prima. Maar familiehereniging, dat. Maar dit gaat eigenlijk meer specifiek over het onderwerp dat ze niet hoeven in te burgeren. Dus dat ze niet naar school hoeven voor de taal te leren en dergelijke. Nou, dat ze niet meer hoeven. Dat is feitelijk niet goed natuurlijk. Want ze moeten natuurlijk wel de taal gaan spreken. Hè? Als wij in een ander land ons gaan vestigen, moeten we ook die taal spreken. En dat moeten hun ook. Hun moeten gewoon Nederlands leren. De Turken hoeven niet meer in te burgeren in Nederland. Wat vindt u daarvan, meneer? Nou, het maakt mij niks uit. Want de meeste Turken die ik ken, die praten allemaal Nederlands. De meeste. Alleen de oude Turken misschien niet. Maar die zitten toch altijd binnen of in de koffiehuizen. Dus die hoeven u de taal niet te leren? Nee. En die jonge Turken, die versta ik allemaal. En ik woon tussen de Turken en de Marokkanen en Surinamers. En ze kunnen mij allemaal verstaan. En dat vind ik het belangrijkste. Heeft u niet het idee dat die mensen dan niet de taal spreken en niet goed mee kunnen komen bij ons in ons land? Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, wie ben ik? U bent één van onze Nederlanders. Ja, maar ik woon al jaren hier, 27 jaar. Dus vanuit Aruba krijg je ook Nederlandse taal. Maar ja, dan zouden ze toch eigenlijk in Turkije Nederlandse les moeten volgen. Als ze dat niet hier kunnen, dan moeten ze dat in Turkije doen. Dat is een goeie. Dan gaan we mee aan de slag. En u, mevrouw, wat vindt u ervan? Nou, eigenlijk heb ik ook geen mening, want ik ben hier ook met vakantie vanuit Aruba voor een paar dagen. Maar eigenlijk, als je goed over nadenkt, ik vind het toch niet zo best. Omdat je komt met een andere cultuur, je hebt een andere taal en je moet je eigen aanpassen aan deze cultuur. En daarvoor moet je
wat voor dan ook cursus of lessen volgen. De inburgering van Turken wordt afgeschaft, wat vindt u daarvan? Nou, niet echt handig op mijn eigen manier te zeggen. Nou, iedereen moet eigenlijk Nederlandse taal kennen, zodanig als je hier in dit land woont. Want wat lijkt u het grootste probleem waar ze tegenaan lopen dan, als ze niet ingeburgerd zijn? Dat ons afhankelijk zijn. Niet iedereen kan altijd vrij nemen. En dat is het grootste probleem, denk ik. Ze worden nu, wordt het betaald door de gemeente, dus straks moet ze het zelf betalen. Denkt u dat het dan nog gebeurt? Nou, ik denk dat het weinig mensen daar naartoe zou gaan, denk ik. Hè. Kent u mensen die inburgerscursus doen? Nee, vooral. Dus dit is nog een van de laatste die meedoet, denken we dan? Ze maken het volledig nog af, dus dat zal wel handig zijn. Wat vindt zij ervan, dat het stopt? Ze is eigenlijk zelf er ook niet mee eens. Het is eigenlijk een hele leuke cursus. Ze heeft er heel veel van geleerd. Ze kan momenteel echt zich eigen goed mee redden. En ze doet het dikke halfjaartje en ze is flink wat vooruit gegaan. Zonde allemaal. Echt zonde, ja.